Dan gaan we naar Adult Champion. Hachiba Koi. Met Hubert en Harry. Ja, klopt. Ja. Hier een goede prijs gehad in de regio 2013. Ja, dat klopt. Adult Champion. Hè? Adult Champion. Ja. Met welke vis? Een Sanke van Momotaro. Sanke van Momotaro. Hoe oud? 3 jaar. 3 jaar, zo, dus een hele jonge vis. Ja, 63 centimeter. Dus jij heeft nog een toekomst, hè? Ik denk het ook. Nog wat een beetje beter keepen. Allee, beter. Wil ik zeggen, verder keepen. Voor een hele grote vis van te maken. Dat hoop ik wel, ja. Dat is uiteindelijk de bedoeling. Dat is de bedoeling. Ja. Dus dat komt nog. Dat is de laatste keer niet dat ik je zie. Dan. Dat weet ik zeker. Een grote vijver bij jullie? Nou, hij heeft de vis bij ons gekocht in de zaak. Dus hij gaat hier vandaan naar zijn vijver. Ja, hij weet zelf wel hoe groot hij is. 27,5 keer. Ja, dat is al de moeite. Ja, dat hoop ik wel, ja. Mooie filtratie daarop? Alles erop en eraan. Helemaal voor elkaar. Helemaal perfect. Zo, dus ja, natuurlijk de kwaliteit van het water is heel belangrijk voor de groei van de vissen. Ja, zeker. En dan ozon erop, dan druk je nog meer spullen aan, dan komt het helemaal voor elkaar. Zo, dus Momotaro, je bent liefhebber van Momotaro? Ja, wie niet, hè? Het zijn de meeste mensen, mooie kooi, grote kooi. Dan heb je toch een aantal kwekers die echt vooruit lopen, Momotaro, Sakai Visvaren. Dat zijn natuurlijk wel de mensen daar, hè? Ja, natuurlijk, als je kijkt, ja, de grote prijzen in Japan, in het algemeen, ja. Momotaro heeft ook gewonnen daar. En natuurlijk, ja, Sakai Fish Farm, dat is de man van de situatie, laat ons zeggen, ik vergeet nu zijn naam, dat komt niet op. maar ja, oké, dat zijn de grote namen van Japan. Ja, absoluut. Absoluut. Zuid is echt toploper, hè, wat de topkooi betreft. Ja, en zeker ook qua grootte van de vissen, de bloedlijnen zijn daar. En, ja, absoluut. Hè. Hele goede bloedlijnen. En ja, dan wil ik zeggen, echt, voor de echt grote mooie kosanken moet je toch in het zuiden zijn. Oké, in ieder geval hartelijk gefeliciteerd voor de grote prijs hier in de regio. Ik hoop u in een kort terug te zien in andere kooishows. We gaan ons best doen. Komt er nog in Aarsen? Ja, zeker. Toch
de titels van vorig jaar verdedigen, al zijn het mijn eerste prijzen. Goed dan. Oké, ik zie dan terug in Aarsen. Salutjes iedereen. Ja.